De eerste rollatorrace in Altena is een feit en wel in Almkerk. Bij verpleeghuis Altena Hoven. Bij de eerste race nog geen bewoners aan de start, maar drie wethouders. Ja! Na de officiële opening was de jeugd aan de beurt. Die hielden een sponsorloop en van dat geld kunnen er weer activiteiten met ouderen gedaan worden. Want bewegen is belangrijk voor jong en oud. Bewegen is heel belangrijk voor jong en oud. En dat komt eigenlijk hier ook samen. Dat is eigenlijk ook mooi aan dit evenement. De jeugd is vanochtend geweest met een sponsorloop. Een sponsorloop voor dit evenement, maar ook zeker voor activiteiten die nog gaan volgen. Een samenwerking tussen jong en oud. Ja, en bewegen is voor iedereen. Het is gewoon heel belangrijk om te blijven bewegen. Na de warming-up was het dan echt tijd om van start te gaan. 3, 2, 1 en los! Viel toch nog wel tegen. En toch zeker als je toch eerst wil zijn, hè? Ik wil altijd winnen, dat kan. Ik heb altijd aan een keer willen racen, nou kreeg ik de kans. De eerste rollator street race. Want ja, het is hier op straat en het idee is eigenlijk om mensen toch te stimuleren om in beweging te komen. En mensen toch ook met rollator de moeite nemen om te lopen, te bewegen. De mensen ook het gevoel hebben van ook met de rollator is het goed om naar buiten te gaan. En in die zin is dat wel geslaagd denk ik vandaag, want we hadden ook mensen uit de andere dorpen. En in die zin ook dat die mensen uit die andere dorpen elkaar weer ontmoeten hier. En dan krijg je gesprekken. Dan zie je ook dat het doel van bewegen ook doorwerkt naar sociale contacten. En dat is gewoon heel mooi. En dan bouw je een feestje. Zit er nog misschien volgend jaar een vervolg in? Ja, we hebben gezegd, het is de eerste rollator street race Altena. En met collega's ook afgesproken, ook collega's van Maaswaarden, dat niet al natuurlijk hier in Almkerk hoeft plaats te vinden. Maar dat we ook bijvoorbeeld Woudrichem of Aalburg of wat dan ook, daar kan het ook georganiseerd gaan worden. En zo kan dat rouleren binnen Altena. En daar wordt op steeds meer plaatsen wordt dat bekend. En dat moet ook. Het moet een soort flex zijn. En het moet ook zo zijn dat het niet zo specifiek voor Almkerk is. Nee, het is voor Altena. Goed zo. Goed gedaan.